Welkom iedereen bij een nieuw interview van Coolcast Sport. Ik ben uw host Brian Sauce de Wart en vandaag hebben we een gesprek met Cavardiaanse nummer 10, Jamiro Monte. Jamiro, hoe gaat het, man? Gaat goed. Hoe is het met jou? Goed, man. We proberen elkaar te kunnen contacteren tijdens een toernooi natuurlijk, Nederlandstalig. Maar misschien eerst een vraagje natuurlijk. Je zei tegen mij dat je bezig was met je behandeling. Klopt. Een aantal uren voor deze call. Hoe is het met jou? Ben je 100% fit? Ja, ik ga een beetje voor mezelf zorgen eigenlijk. Ik heb een klein beetje last. Maar we kunnen gelukkig door. Het is niks ernstig, maar gewoon een beetje behandelen. Naar een zware pot van gisteren had ik het even nodig. Ja, het is ook wel een beetje een verschil. De eerste wedstrijd spelen om 9 uur, nu om 3 uur. Was het een beetje anders om in die hitte te gaan spelen? Ja, die wedstrijd van gisteren voelde heel erg anders aan. Ik denk merendeels door het weer ook. We speelden eerder. We speelden om 2 uur. En ik denk het weer speelde wel erg mee. Het was snel en moe. Ik had heel veel dorst. Maar gelukkig we kwamen er doorheen en we wisten gewoon de winst te pakken gisteren. Ja, inderdaad, je pakte de 3 punten tegen Mozambique. De wedstrijd ervoor met ook 3 punten gepakt tegen Ghana. Nu pak je een 6-6. Als eerste in de groep ga je door naar de volgende ronde. Hoe was dat gevoel binnen de groep? Ja, iedereen is gewoon heel trots op elkaar eigenlijk. Ik denk, voordat je die toernooi begint en je ziet met wie je allemaal in die pool zit. Ik denk, mensen buiten ons die denken dan van, Caferi gaat eruit. Maar als je dan ziet dat je wint van Ghana... Je wint van Mozambique, je staat er goed voor, je bent al door. Geef je toch wel een hele trots gevoel eigenlijk. Inderdaad, je ziet het ook zelf. Niet heel veel mensen hadden verwacht, inclusief ik, had ook niet meteen verwacht dat we als eerste gingen doorgaan. Maar natuurlijk dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Ja, dat is inderdaad niet goed. Maar is een beetje, nee, ja, natuurlijk, we zijn niet het grootste land op het toernooi. Klopt. Dat is een beetje moeilijker voor ons. Maar dan zie je wel dat er kwaliteit was, ook de vorige edities. Maar toch ben je wel een beetje, ja, je kijkt naar een Ghana, je kijkt naar een Egypte. Ja. Maar dan zie je, ja, jullie komen die eerste wedstrijd gewoon 2-1 op onze eigen flow. Ja. 3-3-3, lekker balie. En dan zie je toch wel dat het gewoon kan. Dus was dat misschien het doel voor het toernooi, om toch in die eerste 2 plaatsen te gaan eindigen? Ja, dat sowieso. Ik denk, als je aan een toernooi begint, je bent voetballer. Het zijn mooie momenten. En ik denk, iedereen geeft gewoon 100% en laat zien wat hij kan. En ik denk, wij als een groep, we hebben gewoon een hele goede groep. Iedereen is hongerig en wil graag. En ik denk dat we dat ook laten zien in het veld. En buiten. In het veld ook gewoon. We hebben gewoon een hele goede groep handbal. Iedereen is goed met elkaar en dat is belangrijk eigenlijk. Ja, ik denk dat je bij Caverdi wel weet natuurlijk. Je zit in de selectie, zijn heel veel jongens van verschillende kanten. Ja. Nederland, jij bent ook natuurlijk in Amerika gespeeld. We hebben ook heel veel die in Frankrijk zijn. Hoe is het dan om toch bij elkaar te gaan linken? Omdat er misschien ook wel een aantal zijn die niet echt meteen Creools spreken. Ik weet niet. Ik denk bij ons, wij Caverdianen zijn gewoon heel sociaal eigenlijk. We kunnen elkaar... zeg maar, makkelijk vinden eigenlijk. We zijn makkelijk met heel veel dingen. En zoals ik al net zei, wij zijn heel erg humble. En gelukkig hebben we daar geen moeite mee door met iedereen snelle contact te hebben. En in deze groep, al zijn er jongens, bijvoorbeeld ik ben geboren in Nederland, sommigen in Frankrijk, Portugal. Sommigen spreken niet eens goed Caverdiaans, Creools. Maar we hebben daar geen problemen mee. En Het werkt gewoon. En het is wel mooi om te zien eigenlijk. Ja, we zijn natuurlijk blij dat er zoveel jongens bij komen. Als we kijken naar de selectie een aantal jaar geleden. Tegenover nu natuurlijk ook heel veel Nederlandse boys erbij. Zie je ook gewoon dat het niveau stijgt. Ja. Ik denk dat we allemaal een beetje ook verbaasd waren van de speelstijl. Ja. Omdat ik natuurlijk ook de vorige edities heb gekeken, was het iets meer defensiever, iets meer directer spel. Maar nu zag je wel meteen de lage lijnen door de lijnen willen gaan spelen. Ja. Mooi in de ruimtes doordraaien. Ik denk dat jullie de hele wereld hebben verrast met jullie spel. Is dat iets dat jullie al langer op aan het werken zijn? Of is het echt gewoon, is dat misschien meer aan het klikken was dit toernooi? Nee, ik denk, kijk, we trainen als we bij elkaar komen, als we wedstrijden hebben. Ik denk, we hebben gewoon goede kwaliteit in onze groep. En je ziet dat wij nu ook beter gaan voetballen. Maar ik denk, het veld speelt ook veel mee, vind ik dan altijd. Het wordt ook een rol eigenlijk. Het veld is heel erg belangrijk. En als ik dan denk aan vroeger, wat voor velden we bijvoorbeeld speelden, dan is het best moeilijk om goed voetbal te spelen. En nu, kijk, dit jaar, we zijn nu in Ivoorkust.
We hebben gewoon goede velden en het werkt gewoon. En ik denk, ja, we moeten gewoon zo doorgaan, man. Die klik wordt steeds beter. En inderdaad, zoals je zei, dat groen wordt steeds beter en de kwaliteit wordt ook alleen maar beter. Dus misschien één ding dat ze zeggen over mensen die een beetje in Nederland wonen, die zijn heel eerlijk. Je ziet BB een vrije trap nemen van 40 meter. Wat dacht je? Wat ging er door je hoofd heen? De allereerste ja, ik train, hij zit een tijdje nu met ons. En ik ken hem ook van hiervoor. Gewoon, iedereen weet dat hij een goed schot heeft. En we trainen veel. En hij schiet vaak. Hij houdt van schieten en hij heeft een goed schot. En toevallig gisteren, toen bij die vrije trap, bij die tweede dan. Want hij had die eerste al geschoten en die kwam tegen het lat. En die tweede wou hij niet nemen. Ik zou hem eigenlijk nemen. Toen keek ik hem aan, zei ik van, hij liep al weg eigenlijk. Toen zei ik, ga hem schieten. Maar hij kwam uit Spanje, toen zei hij, dale. Liep hij naar die bal toe en schoot hij hem. Dus het was wel mooi eigenlijk. Het was een hele mooi moment. En ja, ik denk mensen buiten ons, die denken dan van, wat ga je vanuit daar schieten? En dan heeft iedereen eigenlijk verrast. Nou, ik ga eerlijk zijn natuurlijk, als toeschouwer keek ik ook eventjes van, oké, die eerste lukt wel. Je denkt, oké, is een beetje hype natuurlijk. En dan neemt die tweede. Maar het was heel mooi getrapt. En natuurlijk wel, als we kijken naar de wedstrijden, ze proberen wel heel vaak te gaan focussen op de supporters die daar zijn. Ja. Natuurlijk zijn we met iets minder, jammer genoeg. Maar ik denk dat je wel moet weten dat er heel veel mensen, België, Nederland, Luxemburg, je weet waar we daar overal aanwezig zijn. Ja. Dat iedereen wel achter jullie staat. Het is wel iets moois dat jullie doet voor ons land. Ja. Ook jij bent een van de spelers, de sterspeler, zou ik toch maar zeggen, die al vroeger heeft gekozen om voor Capelle te spelen. Waarom die keuze en waarom... Ja, kan je aan mensen uitleggen hoe dat het voelt om Cabo te zijn? Want ik denk, het is enkel als je Cabo bent zelf dat je weet hoe dat het voelt. Ja, ik ben gewoon blij van... Waar ik mijn ouders vandaan kom eigenlijk. Ik ben wel in Nederland geboren, maar ik ben gewoon een trotse Kaapverdiaan. En zelf als je in het land komt, gewoon ook nu hoe ik voor Kaapverde speel, mensen naar je kijken, hoe ze je respecteren. Dus is gewoon mooi, man. Het is niet te beschrijven eigenlijk. Je moet het gewoon echt meemaken. Maar ik ben gewoon heel blij om Kaapverdiaan te zijn. En, is mooi, man. Ja, zeker. Denk jij en ik weten beide, er is een toernooi elk jaar in Nederland, yes. Cabo's. Ja. Ik ga je daar sowieso tegenkomen, 100% moet gewoon. Ja, ja, ja. Ik heb die toernooi gespeeld. Vroeger speelde ik die toernooi, ik was 17 jaar, 17, vanaf mijn 16e, 17e speelde ik. Dan werden die toernooien in Rotterdam altijd gehouden, Mayens, CBR. Ja, dat waren mooie tijden. En ik kan me nog herinneren dat ik zelfs de Afrika Cup bij Mayence heb gekeken. Dat was in 2013, ja. Toen zat Gary en Jeffrey zaten destijds erbij. En toen zag ik hun spelen. En dan, om er zelf dan te staan is gewoon mooi. En dan als je dan terugkijkt is gek. Dus wat ik gewoon ook als boodschap wil meegeven aan jongeren is gewoon... je moet blijven geloven. Blijf geloven en dan kom je er. Zeker. Ik denk allemaal een mooi pad afgelegd. Zeker ook omdat jij in Amerika bent terechtgeraakt. Je bent momenteel nu zonder club. Je speelt een goed afkomst op dit moment. Yeah. Wat hoop je toch daarna te versieren? Wat denk je of wat staat er in de toekomst voor Jamiro Monteiro? Is afwachten nu, man. Ik heb een aantal opties. Ik wacht gewoon op de beste optie. Ik heb ook een gezin. Ik heb 3 kinderen en daar kijk ik ook naar. Het moet voor mij goed zijn en mijn gezin, mijn vrouw. Dus is afwachten nu, man. Maar met Gods wil iets moois. En dan gaan we zien, man. Okay, laatste vraag en dan laat ik je gaan. Wat is het doel voor Capverde nu in het toernooi? Je bent gekwalificeerd. Wat zeggen we nu? Kwartfinales. Is dat dan een doel bereikt? Halve finales, finale? Persoonlijk en misschien als groep. Het kan een beetje verschillen, natuurlijk. Ja. Als jij aan een toernooi begint, wat wil jij? Ah, we willen winnen sowieso. Oké, dat is het idee. Dus ik denk, iedereen, wij willen gewoon winnen. En daar gaan we alles aan doen. Gewoon. We geven gewoon alles. En dat is heel die motivatie. Gewoon. We willen gewoon winnen en kan winnen. Gewoon. Dat is onze doel, man. Oké, man. Ik ben heel blij om met jou toch dit gesprek te kunnen hebben. Ja, geen probleem, man. Ik wens jullie en de hele selectie heel veel succes. Jullie maken mij trots en ik heb het al ook eerder gezegd. Al gaan we er nu uit in de volgende ronde. We hebben mooi voetbal gebracht. We hebben mensen kunnen shockeren. Maar natuurlijk droom ik wel. Ik doe mogelijk die beker voor mij. Dus
Iedereen droomt en wilt. En ja, man, jij ook bedankt. Bedankt voor het supporten. En met Gods wil komen we ver. Winnen we dit en maken we iedereen trots, man. Ja, ja man. Ja, we gaan stuk maken. Ik zeg het je, finale, ik ga naar Cape Verde, bro. We gaan stuk maken. Ja, toch, komt goed. We gaan mieten dan, ja. Is goed, man. Love, man. Dank je. Love, later.